Renault Antwerpen. De auto's van stad. In de wijk Hellegat, zomaar naast de weg, is dit de put van Niel. Hier komt het nieuwe voetbalcomplex van de lokale vierde provincialer Nielsen. We hebben geïnvesteerd in een nieuw voetbalveld, een nieuwe tribune, een nieuw stadion, een nieuwe feestzaal, een nieuw sanitair en industriële keuken. Eigenlijk alles is vernieuwd. En waarom doe je dat voor een club uit vierde provinciale? Waarom dat we dat eigenlijk doen? Dat is eigenlijk nostalgisch. Ons vader heeft altijd gespeeld bij Nielsen SV. En ja, daardoor is dat gegroeid eigenlijk. Als je een vergelijking maakt, een jaar geleden was het zwembad van Niel en nu is het een voetbalveld van Niel. Zoals u daar kunt zien, daar hebben we de wanden verstevigd. We hebben daarboven zijn we parkeerplaatsen aan het aanleggen, dat de spelers en supporters kunnen komen zien. Daarachter zijn we nog bezig met een nieuw drainagestuk te leggen. Aan de linkerkant komt de VIP-tribune waar de mensen kunnen eten. Aan de rechterkant de staanplaatsen, overdekte staanplaatsen en daaronder de kleedkamers. Yves is ervan overtuigd dat de investering zichzelf zal terugbetalen. En nog belangrijker dat het voetbal in Niel zal heropleven. Doordat je bijvoorbeeld in die VIP-tribune mensen kunt laten komen eten, kun je iets verdienen op dat eten, de drank. Je zorgt voor een toeloop, maar het is ook heel belangrijk door spelers uit de buurt te laten meespelen, waardoor dat bijvoorbeeld de familie komt zien, de buurman komt zien, want onze chef speelt, dus daardoor krijg je een volksloop terug.